voyant un vol d'hirondelle, que l'automne est arrivé. Nou, wat prachtig. Als kind werd ik al aangestoken met het Frankrijk-virus. Ik kwam met mijn ouders en mijn broers hier kamperen als kleinkind af. Iedere zomer lekker buiten. Miljoenen Nederlanders doen dat nog steeds. Leven als een god in Frankrijk. Een paar weken. Het is prachtig, het is heerlijk. Ik woon inmiddels 13 jaar in Frankrijk. En ja, het is natuurlijk een vakantiedecor waar wij iedere zomer in zitten met Hollanders. Want ondertussen gebeurt er wel iets anders in dit land. Het platteland loopt leeg. Bijna 1/3 van de mensen stemt extreem rechts Front National. Die economie wil maar niet van start. En je merkt dat de Fransen in verwarring zijn. Niet weten waar ze naartoe moeten. Bang zijn voor de toekomst. En tegelijkertijd blijft het echt een fantastisch land. Een van de mooiste landen ter wereld, denk ik. Hoi, sorry dat ik niet stoor. Hoi. Stel dat je hier zou kunnen wonen. Maar het is nou zo'n mooi land. Zou je dat dan doen? We hebben het wel eens over gehad vanuit buitenland. Maar niet zozeer Frankrijk dan. Nee, Frankrijk is vakantie. En als ik dan nog eens in het buitenland, dan nee, ik denk niet Frankrijk. Nou ja, ik heb een tijdje geleden een artikel gelezen over Frankrijk. Want ja? Die zeggen ze al, als die Fransen er maar niet wonen. Maar als die Fransen er niet zouden wonen, was het Frankrijk niet meer. Die horen er echt bij. Dan hadden wij er iets heel anders van gemaakt. Minder mooi? Efficiënt. Ja, dat efficiënte. Ja, dat vind ik. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Nee, gelukkig niet. Ja, Fransen zijn wel Frans. Vertel, een beetje zoiets. Bijvoorbeeld gisteren had ik die twee flessen die daar staan. Ja? Die had ik in de supermarkt. En die wilde ik op de band zetten. Ja. Nou, die cashier ging helemaal door het lint. Echt waar? Ja. Dat ik echt dacht van, joh, doe even rustig. Ook helemaal gelijk in het Frans, waar ik natuurlijk helemaal niks van snap. Soms doen ze lastig. Lastige lui. Ja. Oké. Okay. Ik heb dat. Ja, er moet worden afgegoten. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Et parce que beaucoup d'Hollandais viennent ici et souvent ils sont étonnés parce qu'ils disent oui, la France est un des plus beaux pays du monde, qu'est-ce qu'on ne mange bien, c'est pas trop cher. Mais qu'est-ce qu'ils râlent ces Français? Pourquoi ils sont pas heureux? C'est pas parce qu'on râle qu'on n'est pas heureux, ça n'a rien à voir. Ah, on peut être heureux en râlant. Et en fait, on est très pessimiste. Il paraît qu'on est le peuple le plus pessimiste d'Europe. Du monde, presque. Ben, du monde, je sais. Même les Afghans et les Pakistanais sont plus optimistes oui, que les Français. Chaque année, on est très étonnés quand on entend, oui, des reportages sur ces pays. Champion du monde des anxiolytiques. Oui. Champion du monde des anxiolytiques, de consommation d'anxiolytiques. Mais comment ça se rime avec ceci, d'être ensemble, de vivre? Je ne sais pas. On a ce socle de la République, liberté, égalité, fraternité. On a un certain rêve français, entre guillemets, comme disait François Hollande, là, qu'on doit atteindre, ça veut dire avoir la maison de campagne, avoir la voiture, avoir le frigo, avoir je ne sais quoi. Donc le modèle idéal à l'école, met en avance les échecs et pas les réussites, c'est ça que tu dis? Et ce modèle français, moi, du moins, il est un peu inatteignable suivant les différentes cases pour différentes personnes, suivant la situation. Et du coup, voilà, le moule ne reconnaît plus, ne reconnaît que les échecs. Et toi, tu pourrais vivre ailleurs, dans un autre pays, malgré tout? Je pense que le fromage et le vin me manqueraient terriblement. Non, on en trouve ailleurs, mais il est plus cher. C'est les meilleurs arguments, ça. De zomervakantie is weer voorbij, helaas. Iedereen gaat weer naar huis. De Franse snelwegen staan vol. Vielen ze naar het noorden deze keer. Ik blijf hier in Frankrijk. Het is een land dat we denken te kennen in Nederland, maar eigenlijk weten we er ongelooflijk weinig van. Komende maanden ga ik op reis kriskras door Frankrijk om te zien wat dit land me eigenlijk bezighoudt. Wat verandert er? Wat denken de Fransen? Wie zijn het eigenlijk? Normaal doe ik dat niet. Ik werk in de kunstbibliotheek in Parijs. Ik vind het heel erg spannend. Het resultaat van die ontdekkingstocht in het vreemde, bekende, maar eigenlijk heel onbekende land ziet u in maart en april op NPO 2. Tot dan. À bientôt.